priemers van een centimeter of 15 met 2 gram verzwaring ongeveer in de kleuren zwart, chartreuse en olijfgroen. Ook dit seizoen ga ik weer vissen met mijn trouwe makkers, de shads van 11 centimeter, 1 zwart in voor donkere omstandigheden. En als het prachtig weer is en helder water, kies ik voor chartreuse. Noem het de omgekeerde wereld, ik geloof er heilig in. Hallo allemaal. Ik ga vanmiddag de polder in. Met shads. Maar eerst ga ik nog even naar een singeltje. Om deze uit te proberen. Een nieuwe streamer. Ik heb een ondiep kommetje gevonden. Waar ik op mijn gemak kan testen hoe die streamers werken met 2 gram verzwaring. Het is 3 graden, dus ja, echt aanbeten reken ik niet op. Maar je weet het nooit. Eerst even dippen om een beetje gewicht toe te voegen. Nou, het wordt zwaarder dan ik verwacht had. Vis het maar dan. Ik heb een kwartiertje staan gooien met verschillende streamers en ze lopen allemaal prima. Nu op naar de polder voor het hopelijk serieuze werk. Ik heb een mooie sloot gevonden, ongeveer nou zeg maar ruim een meter diep. Het water is niet echt helder en ondanks dat het zonnig is ga ik toch maar met bruin-zwart beginnen. Want ik vis hoofdzakelijk in de schaduw, zie ik. Het is meer dan een jaar geleden dat ik op snoeken heb gevist. Maar ik ben nog niet verleerd. Gelukkig maar. En mijn shadjes werken ook nog prima. Dat is ook fijn. En mag snel terug. Ik heb het nog een uurtje geprobeerd en het is niks geworden. Het goede nieuws is dat het droog is gebleven, maar het slechte nieuws. Ik ga even een uurtje vissen in de polder met een streamer. Moet hier wel lukken met de wind mee. En anders schakel ik gewoon over op een shad. Ik ga het een uurtje proberen. Niet langer, want ik wil ook nog naar een andere stek. En langer dan 2 uur vissen. Met kunstaas. Op schuine kanten hou ik niet vol met mijn rug. Nou, ik hoop dat het hier al meteen lukt.
Ik heb 100 meter geprobeerd, maar dit gaat het niet worden. Het gemaaide riet is nog niet geruimd. Dat maakt het heel lastig met landen en scheppen. Bovendien, het water staat heel laag en het stroomt hard. En tot overmaat van ramp staat er ook nog volop waterplanten op de bodem. Nou, tel uit je winst. Ik stop ermee hier. Ik heb het wel gezien. Ik ben naar een andere stek gereden, waar gemaaid is. En waar het riet ook opgeruimd is. Alleen in de tussentijd en op deze plek is de wind weggevallen. Dat is nou jammer. Het is ook altijd wat met kunstaartsvissen. Ik ga hier op de heenweg vissen met een chartreuse aasje. Shad uiteraard. Ik schat dat het hier zo'n 1,5 meter diep is. Nadeel is alweer heel veel drijfvuil. Allemaal resten van het riet. Nou ja, we zien wel. Een half uurtje met groen en dan op de terugweg nog een half uurtje met bruin. Mijn favoriete shads. En we zien wel of ze wat opleveren. Dit gaat ook niet worden. De lol was er al snel af. Je ziet het. Ik moet hele stukken overslaan en dan nog elke tweede worp of zo hangt er dit aan. Dit is gewoon niet meer leuk vissen. Ik ga naar huis en misschien stop ik onderweg nog voor een paar worpjes. Maar verder was het wel voor vandaag, vrees ik. Gelukkig gaat vissen over meer dan alleen vangen. Het is de laatste dag van het jaar. En het is notabene 14 graden. Ik denk, ik ga de polder in. Je weet maar nooit of de Big Mama's ook in de war zijn. En de polder in zijn getrokken. Vanuit het kanaal. En misschien zelfs wel vanuit de randmeren. Nou, we zullen het zo weten. Het waait behoorlijk, dus ik begin maar met een shad. Misschien op de terugweg met een streamer. Als ik de wind mee heb. We zien wel. Het is nog geen Big Mama, maar er zit snoek. Dat is een goed teken. Ik ga snel door. Wellicht wachten de Big Mama's 20 meter verderop op me. Ik ben op een kruising aangekomen, waar het iets dieper is, maar ook veel helderder. Ik ga even proberen met chartreuse voordat ik de terugweg oppak. Waarschijnlijk met een streamer. Ik ga toch maar proberen in die wind straks.
Het is taai vanmiddag. Maar ja, wanneer is het niet taai? In december en januari. Als het water ijskoud is en die vis lekker op de bodem ligt. Maar goed, toch weer eentje die mijn streamer niet kon weerstaan. En dat maakt me blij. Op 31 december, de laatste dag van het jaar. Hij gaat terug. Bye bye. Gaat u maar. U mag hier keren, ja.